Jij praat nog met je overleden kat. Ja. Is dat raar? Is dat heel raar? Ik voel me ineens heel raar. Ik praat over leven en dood met acteur Tygo Gernandt. Waarom zou dat raar zijn? Nou, ik praat met alle over. Dat is ook met mijn papa, dat ik dan zeg, pa, toch? En dan hoor ik hem niet, maar ik zie hem dan wel. Ik zie dan wel zijn hele houding, maar ik kan zijn stem niet meer horen. Maar ik zie hem dan wel, ja jongen. Dat zie ik wel, maar ik hoor die stem niet meer. Ik ben natuurlijk benieuwd, nou, op welk moment praat jij tegen die kat? Oh, ik kan dan ergens naar kijken of naar een bank, of ik ga op een bank zitten en dan ik ineens denk, oh, wil ik hem bij me of zo. En dan zeg ik, hoe gaat ie? Hé, lieve man, ik denk nog wel aan je, hoor. Je bent er nog wel, dat soort dingen. Je hebt die kat heel lang gehad? Ja, 21 jaar. En hoe heette die? Che. Che? Che, Che Guevara. Dat is een rode kater. Dat was een rode kater. En dat was je huisgenoot? Ja, wel meer. Dat was eigenlijk maar alles, ja. Ja, ik denk, er is niemand die 21 jaar lang zo dicht op jou heeft gezeten in het leven. Ja. En wat natuurlijk heel makkelijk delen is, want je hebt geen oordeel en je krijgt geen antwoord terug. Maar je kan wel je waterval laten lopen aan zo'n kat. Deed je dat? Ja. Wat ik nou heb meegemaakt vandaag, Jay. Dan staat we gewoon op de bank. En dit is niet normaal, man. Dan zat ik gewoon 2 uur te lullen. En dat heb ik ook met mijn vader. En dat had ik, toen hij er niet was, was dat minder. En nu kan ik echt, toch, pa? Dan kan ik hem ook horen lachen of een blik hebben van, doe jij even normaal. En dan hebben we even een gesprekje of zo. Dan is hij daar even. Ben je bezig met je eigen dood? Speelt je eigen dood een rol in je leven? Ik heb wel een paar keer heftige ongelukken meegemaakt. Ik zat op een scooter, werd aangereden door een taxi en ik vloog door de lucht. En toen dacht ik, oké, dit is het. En toen was het niet. Ik heb mijn nek gebroken en dan heel lang herstellen. En daarna heb ik ook nog een ongeluk gehad met een teen. En toen had ik een MRSA-bacterie. Waardoor ik eigenlijk opgegeven was met chemokuur en allemaal dingen in mijn been. En mijn moeder elke dag aan mijn bed zei van, oh god, hoe gaat dit lopen? En toen heb ik wel echt 3 maanden in het AMC gewoond. Maar ja, een MRSA-bacterie moet je eigenlijk... Mensen hadden eigenlijk mijn been af moeten zetten. Maar ik heb een mazzel gehad dat een dokter zei... Dan wordt het een acteur met 1 been, doen we niet. En wanneer had je door dat je wel langs de rand van de afgrond was gelopen? Toen het voorbij was, eigenlijk. Ik besefte het eigenlijk door de toestand van mijn moeder. Die zei, jeetje, Tig, wat heb jij net meegemaakt? En mensen denken dan van, oh, dan ga je anders naar het leven kijken of zo. Dan heb je het meegemaakt, zoiets heftigs. En dan ga je misschien voorzichtig ermee om of zo. Ik had eigenlijk nog meer in mijn hoofd. Gaan. Want je weet het inderdaad nooit. Je kan naar buiten lopen en er rijdt een auto of er valt een boom om. Je weet het niet. En wat nou als je straks naar buiten loopt en er rijdt een auto over je heen? En je bent er niet meer. Dit klonk als een zucht van verlichting. Rustig. Nee, dat is heel stom, maar dat is de gedachte die ik toen had toen ik heel zwaar depressief was. Ik een keer op een gebouw stond en naar beneden keek en dacht, wauw, daar is de rust. Daar is de rust? Ja, en toen dacht ik van, nee, nu hulp zoeken. Want die gedachte, dat kan niet. En dan wil je er dus eigenlijk liever niet zijn dan wel zijn. Waarom stond je op het dak van een gebouw? Aan het filmen, we waren aan het filmen. En toen ben je hulp gaan zoeken? Ja. Toen ben ik met een psychiatrisch team gaan werken. Maar ik vind het leven op zichzelf al best wel een gedoetje. Is dat niet uiteindelijk waar je dat is zo hard voor aan het wegrennen bent? Dat is het. Voor dat gedoetje? Ja, ik vind het leven echt een gedoe. Sta maar op en ga het leven maar aan. En ik ben daar echt een held in. Ik sta 's morgens om 5:30 op met een lach. Bam, gaan. Kan niet lang genoeg duren een dag. Maar het is wel een gedoetje. Hoor. Wat maakt het dan een gedoetje? Wat ik zeg. Ga de dag maar aan, voel de dingen maar die er zijn. Zie maar wat er gebeurt en wat er aan de hand is in de wereld. En... überhaupt opstaan en de dag aangaan is al best... Als je dat... Heel veel mensen doen er makkelijk over, juist ik. Maar als ik daarover nadenk, denk ik, wauw, dat is inderdaad wel... Ik kan me nu ineens voorstellen dat mijn broer dat verschrikkelijk vond. Terwijl ik altijd... Ik heb dat nooit begrepen. Je staat er gewoon... Doe, kom op, man. Hup. Maar dat kan. Misschien begrijp je het juist heel goed. Misschien is dat het wel. Ik vind het best een gevecht soms. En wat of wie bevecht je dan? Mezelf. Ja, ik wil er het beste uithalen, maar dat kan niet altijd. Dat vind ik moeilijk. Ik wil altijd een max uit iets halen. En dat kan helemaal niet. Maar misschien is dat wel een gevecht van mezelf. Ik probeer dat te bereiken en nu eindelijk een soort moment heb gevonden in mijn leven. Dat dat een onmogelijke taak is of zo. Dat je gewoon maar voor het leven moet gaan en mensen om je heen ook moet omarmen en vast moeten houden. Ik leer wel steeds meer dat ik mezelf misschien... Ja, dat ik meer moeite moet doen om anderen in mijn leven ook dat gevoel te geven dat ik er heel erg voor hun ben. En misschien moet je beginnen met jezelf te omarmen en te zeggen dat het goed is. Dat vind ik ook wel lastig. Dat is precies wat ik zei over mijn vader. Die, als de rest het maar... Is de regisseur blij? Is die blij? Is die blij? Is die blij? Is die blij? Top hoor, jullie hebben een topdag. Nu begint mijn ding. Pff, geef me dan maar een script en dan leer ik de tekst voor morgen wel. Dat. Was het leven maar een film? Maar betekent dat ook dat je eigenlijk stiekem uitziet naar de dood? Nee. Misschien wil ik te veel van het leven. Maar als ik dat hardop zeg, denk ik, nee, dat is ook want is dit nou... Misschien weet je niet hoe te leven. Dus dat je niet uitziet naar de dood, maar dat je eigenlijk niet weet wat je met het leven moet. Dat overkomt me soms. Dat gevoel heb ik wel. Maar dat is bij iedereen. Wat is de dood eigenlijk? Rust. Ja? Ik vind dat zo lastig. Ik vind dat zo'n moeilijke vraag. Ja, het einde van dat gedoetje. Klinkt heel simpel. En waar ben je dan? Waar ben jij dan, als je dood bent? In de gedachten van anderen. En wat denken ze dan? Dat mogen ze allemaal zelf weten. Maar ik hoop dat ze... Dat mogen ze allemaal zelf weten. Maar ik hoop dat ze... Ik hoop dat ze wel ergens een twinkel in hun ogen krijgen of een kleine glimlach. En dat ze wel die oelen van me zien en dat ik het niet bewust doe. En dat ik me zo hard mijn best doe om te zijn en ook te geven om me heen. En dat is misschien ook wel de gedachte die ik nu... de laatste 5, 6 jaar steeds meer bij met naarmate ik ouder word. Ik denk, ik moet wel aan de mensen om me heen waar ik veel om geef en die om mij geven, dat gevoel mee kunnen geven. En daar ben ik aan voorbij gelopen, best wel lang. Maar niet om mensen pijn te doen, maar meer uit onwetendheid en niet kunnen, omdat ik zo hard voor mezelf aan het vechten ben om er iets van te maken. En nu merk ik dat ook graag niet meer uit handen wil geven, maar zelf de regie in handen wil hebben en zelf dingen wil creëren. En misschien daardoor wel een soort rust ga vinden om er meer te zijn als Tygo dan, als de acteur.